Dit is HHCTV. Mede mogelijk gemaakt door Autocombi, Trucks, Vans en Cars. En Studio 28. Bedrijfsfilms, commercials en animaties. Wij zijn de club in oranje en zwart. HHC Hardenberg. De koploper op visite in Hardenberg. HHC Hardenberg tegen de Kozakken Boys met hier Theo Lucius. Die allerlei vuurwerk om zich heen ziet en dat is hem niet onbekend. Goed, Patrick Jurgens, de man die probeert op te bouwen. Maar ook de man die zich hier verslikt. En de bal verspeelt aan Sjoerd van der Waal. En hier is de goal voor Kozakken Boys. Van Arif Iril Masbilek. Goed uitgespeeld van Kozakken Boys. Dat overigens ook beter was in de eerste helft dan HHC. Meer balbezit. En af en toe ook gevaarlijke kansen, waaronder deze. Goeie goal van Iril Masbilek. 0-1 dus voor de ploeg uit Werkendam. En hier is Gerson Klok. Timon van Hezel. Klok opnieuw doorgelopen met een goede voorzet richting Penteman. Rakelings naast. Aardige bal, maar net niet aardig genoeg. Sargon Gourie. Penteman laat de bal van zijn voet springen. Gourie opnieuw. Klok, dit keer vanaf de linkerkant. Met het schot. En dat verdwijnt net raast de goal van Bas-Jan Munten. Gourie. En Penteman in de rebound. En die laat zich vallen. Maar scheidsrechter van de Wielen wijst naar de stip. Geeft dan nog geel aan Bas-Jan Munten. Die wel protesteert. En hier zien we heel duidelijk dat het een zwalbe is van Hielke Penteman. Die vervolgens zelf de penalty binnenschiet. Zoals Neeskens het zou doen. Dwars door het midden. En snoeihard. Tweede helft dan. 1-1 dus. Wellicht iets tegen de verhouding in. Hier gaat Gourie met een geweldige kans. En in de rebound is er Van Hezel met de 2-1. HHC neemt het momentum over. En scoort. Patrick Jurgens. Met een geweldige bal. Geen buitenspel voor Gourie. Het schot van Gourie. En in de rebound is het Van Hezel. Die scoort 2-1 voor HHC. En ook Pol en Kobussen zijn daar blij mee. Hier gaat Gourie opnieuw. Overtreding van Ismaël Yildirim. En ik zou zeggen gele kaart. Maar hij krijgt direct rood. Terwijl het wel geel was. Deze supporters van Kozakken Boys zijn er niet blij mee. Worden een beetje uitgedaagd door de supporters van HHC. En dan zien we nog dat het 3-1 wordt. Door het akkefietje daar dreigt het bijna niet eens op de camera te komen. 3-1 dus voor HHC en de sfeer die wat onplezieriger wordt. En hier is Van Hezel. Zo! Wow, wat een goal. De icing on the cake. En daar komt Marcel Groninger. Met een geweldige sprong. In de rug van Van Hezel. Als hij iets dieper was gebukt. Dan had hij kunnen bokje springen. Aardig gedaan van Marcel Groninger. Ook nog fit dus. En de 4-1 voor HHC. De scheidsrechter fluit dan af. Drukt een behoorlijke stempel op de wedstrijd. Gaf dus een rode kaart waarvan je ook zou kunnen zeggen dat het een gele had moeten zijn. En een penalty die geen penalty was. En dus wint HHC met 4-1. En doet het mee om de koppositie. Beleef de geschiedenis van HHC Hardenberg opnieuw. Met het HHC Hardenberg jubileumboek. Bestel hem nu op hhchardenberg.nl.
Dit is HHC TV. Mede mogelijk gemaakt door Autocombi, Trucks, Vans en Cars. En Studio 28. Bedrijfsfilms, commercials en animaties. Wij zijn de club in oranje en zwart. HHC Hardenberg.